Hey, en ik heb van die drie boeken één boekje gekozen die ik vandaag heel graag aan jullie voor wil lezen. Weer even terug voor een schoolklas. Nu is Hanouk Huis wethouder, maar voordat ze dat werd, stond ze ook voor de klas. Fijn, gezellig om op zo'n manier toch ook nog de leuke dingen uit het onderwijs ook af en toe mee te kunnen pikken. Met een goede reden was de Reuverse naar de triolier gekomen. De wethouder las voor aan drie groepen in het kader van de Kinderboekenweek. En dat heeft een bepaald thema, die Kinderboekenweek. Wie kan dat vertellen? Kinderboekenweek, een manier om het lezen onder kinderen te stimuleren. Iets wat, wat we zien dat zienderoog afneemt. Dus het is belangrijk om daar een puls aan te geven. Aan een stukje leesbeleving, dat lezen leuk is. Ja, en dan ook nog met zo'n tof thema, Giga Groen. Waarin we ook nog eens stimuleren dat kinderen naar buiten gaan, ontdekken, buiten spelen, bewegen. Ja, dat is dubbel pret. Net zoals dat wij in het begin, als wij geboren worden, heel erg dicht bij mama blijven, blijft een zeepaardje in de buidel van papa. Hallo, hier ben ik. Kijk eens hoe groot en sterk ik al ben. Jawel, jawel, zegt zeepaardje. Ik ben wel in vest. Net als jullie. Niet alleen huis las voor, ook collega Marcel Roelofs deed dat eerder deze week. Wij vinden lezen belangrijk. Giga Groen gaat natuurlijk ook Marcel naar het hart vanuit een stukje duurzaamheid. Dus hij heeft met de kleuters daar ook nog over gesproken. Leuk om te zien ook hoe zij die problematiek bekijken en wat ze er toch ook al van weten. Dus ja, wij hebben dit wel hoog in het vaandel staan. Het stimuleren van lezen, maar ook het stimuleren van buiten, van groen en van duurzaamheid. Dus ja, dit was een mooie kans om ook op scholen eens een steentje bij te dragen. De Kinderboekenweek duurt nog tot zondag.